Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1391 met een uitzending voor vandaag, 23 augustus 2018. Het is het bulletin van donderdag. De data is vandaag TOR 100 bij 1500 Hz. TOR 100 bij 1500 Hz. Het volgende is een artikel dat op de site van de Belgische amateurvereniging UBA staat. België is grotendeels katholiek, vandaar dat men zich er meer met heiligen bezighoudt dan een groot deel van Nederland doet. Zelfs wie niet gelovig is, herdenkt en viert patroonheiligen, zo begint het. Denken we maar aan Sint-Niklaas voor de kinderen, Sint-Barbara voor mijnwerkers en brandweer en Sint-Eloy voor metaalbewerkers. Voor de radioamateurs en voor journalisten is er sinds 1982 ook een patroonheilige, Maximiliaan Kolbe. Notabene, ik heb aan deze beschermheilige in de serie over historie ook al eens aandacht besteed. Deze katholieke Poolse priester werd geboren op 8 januari 1894 en richtte in de 30e jaren van de vorige eeuw in het Poolse Nipokalanov, zo'n 40 kilometer ten westen van Warschau, een radiostation op en was radioamateur met als roepletters SP3RN. Kolbe dwarsboomde na de inval van de nazi's in Polen op 1 september 1939 in de buurt van Gdansk met alle mogelijke middelen de nazi's. Als militante anti-nazi werd hij in februari 1941 door de Gestapo gevangen genomen en opgesloten in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Een ontsnappingspoging van een gevangene werd in die tijd door de nazi's bestraft met de ter dood veroordeling van 10 andere gevangenen die alle de hongersdood moesten sterven. Een vader van 2 jonge kinderen smeekte om in leven te blijven, waarna priester Maximiliaan Kolbe zich aanbood om de plaats van die man in te nemen. Na 3 weken zonder eten of drinken waren van de 10 nog 4 uitgemergelde gevangenen in leven, waaronder Maximiliaan Kolbe. Op 14 augustus 1941 werd aan die 4 gevangenen, waaronder Kolbe, een dodelijke injectie toegediend. Zoals de lichamen van de honderdduizenden omgebrachte gevangenen werd ook zijn lichaam op 15 augustus verast in de ovens van Auschwitz-Birkenau. En dan komen we nu aan bij deel 3 van de serie over antennes. Toen ik net amateur was, dacht ik dat een antenne met versterking ook echt meer versterking gaf. Dat wil niet zeggen dat ik dacht dat zo'n antenne hetzelfde deed als een lineaire versterker, maar wel dat de ene antenne minder verlies gaf dan de andere. Die verliezen zijn er soms wel, met name als je een antenne kleiner maakt dan die eigenlijk moet zijn en dat met spoelen doet, dan kan er een deel van je zendvermogen in die spoelen gaan zitten. In de meeste gevallen is dit echter niet zo. Verlies ontstaat vooral als het zendvermogen de verkeerde kant uitgaat. Als het signaal naar boven de ruimte ingaat, dan ben je dat natuurlijk kwijt, tenzij je het ISS of een satelliet wilt bereiken. Gaat het zendvermogen naar beneden, dan is er een kans dat een deel daarvan in de vorm van warmte in de aarde verdwijnt. Vaak zal ook een deel van het signaal dan weer naar boven worden gereflecteerd, maar in een aantal gevallen toch ook op een manier dat je er niets aan hebt. En dat terwijl je toch vooral wilt dat zoveel mogelijk van je zendvermogen terechtkomt bij het station waar je tegen praat. Ik stipte in deel 1 en 2 al even aan dat het nog niet zo eenvoudig is om te bepalen wat een optimale antenne is. En ook de toepassing verschilt. Op de korte golf kan het zijn dat je in de X geïnteresseerd bent of juist meer in gesprekken in of net buiten Nederland en dat je dus liever een zogenaamde NVIS antenne gebruikt. Op VHF en hoger speelt iets vergelijkbaars. Voor een gesprek tussen meerdere mensen of een ronde zul je eerder voor een rondstraler kiezen dan voor een beam. Tenzij je aan de randen van het gebied zit waar zo'n ronde in wordt gehouden. Versterking van een antenne is niets anders dan bundeling van het signaal, zoals bijvoorbeeld bij de reflector van een zaklantaarn. Aan signaal dat de verkeerde kant uitgaat, heb je nu eenmaal niets en een richtantenne, zeker de wat grotere, die richten dus in hoge mate. Je kunt signaal in verticale zin bundelen, daarmee zorg je ervoor dat zo weinig mogelijk signaal naar de grond gaat en de lucht in. Daarnaast kun je ook, zeg maar, in de breedte het signaal beter uitrichten. Dan krijgt niet de amateur voor wie het signaal niet bedoeld is het vermogen voor zijn kop. Een rondstraler bundelt niet in horizontale zin. Een rondstraler met enige versterking bundelt het signaal wel in verticale zin. Zo'n antenne straalt in alle windrichtingen, maar veel minder omlaag en omhoog. En door het signaal niet naar boven of naar beneden te sturen, gaat er dus meer signaal naar het tegenstation, in welke richting zich dat ook bevindt. Vrijwel alle antennes die voor zenden werken, doen het ook bij ontvangst. Een voordeel dat je dus door de versterking aan de zendkant hebt, dat heb je ook wanneer je op ontvangen staat. Dat is meteen een groot voordeel van een betere antenne ten opzichte van een groter zendvermogen. Het werkt namelijk in beide richtingen. Ja, vervolgens deel 2 van de serie over repeatertechniek. Het grootste probleem bij veel repeaters is hoe je de oversturing van de ontvanger door de eigen zender de baas wordt. Daarbij spelen doorgaans 2 problemen. Aan de ene kant is het signaal van de zender zodanig sterk dat de ontvanger blokkeert en daardoor niets meer ontvangt. Het tweede probleem is dat zenders vaak een hoeveelheid achtergrondruis produceren, zeker nabij de zendfrequentie. Die ruis drukt dan de ontvangst weg.
Er zijn repeaters waarbij deze problemen niet of nauwelijks spelen. Voor 10 meter repeaters worden filters voor gebruik op één antenne van zowel zender als ontvanger, zeker bij de gebruikte shift, onpraktisch groot. Bij 10 meter repeaters staan daardoor de zenders en de ontvangers dus vaak een eind uit elkaar, dikwijls kilometers. Bij zo'n opstelling is de afstand tussen de zender en de ontvanger zo groot dat je geen last hebt van ruis of oversturing. Lekker makkelijk. Repeaters voor tetra hebben in de meeste gevallen ook geen filter nodig. Dat is omdat het systeem met tijdslots werkt. Op het moment dat de zender in de lucht is, staat de ontvanger tijdelijk uit. En als de ontvanger aanstaat, is de zender uit en die veroorzaakt zo geen problemen. Verder is naarmate de shift groter is, het probleem veel kleiner. In de mobiele foonband op VHF wordt vaak een shift van 4 of 5 MHz gebruikt. De 2 meter band is voor zo'n shift gewoon te klein, maar de problemen zijn ook dan een heel stuk minder groot. Crossband repeaters, dat wil zeggen repeaters die relayeren tussen twee banden, hebben meestal geen extra filters nodig. Er zijn diverse zendontvangers die als crossband repeater kunnen werken, ook al zijn zender-ontvanger op dezelfde antenne aangesloten. Je zou kunnen zeggen, bij een repeater tussen 2 meter en 70 centimeter is de repeater shift krap 290 MHz groot. Dat is zo groot dat er nauwelijks problemen zijn. Er speelt bij dat soort crossband repeaters wel een ander probleem. Als de zender van een crossband repeater op 2 meter zendt, mag de ontvangstfrequentie op 70 centimeter niet te dicht in de buurt van de derde harmonische werker van die 2 meter zender. Anders ontstaan dezelfde problemen of erger en de zaak kan dan door terugkoppeling van uitgang naar ingang bijvoorbeeld zelfs gaan rondzingen. Je kunt de repeater overigens laten werken op 2 antennes. Je kunt de ene antenne in het dip van de andere opstellen. Rondstralers stralen vaak niet recht omhoog en zo heb je daardoor ook wel enige onderdrukking. Dergelijke repeaters op 2 meter en 70 centimeter werken vaak niet erg betrouwbaar. Dikwijls als er een verandering is in de omgeving, met name met metalen objecten, kan het al een reden zijn waarom het ineens niet meer werkt. Je kunt deze situatie verbeteren door extra verzwakking van het zendsignaal te creëren, doordat deze de ontvanger dan niet meer dichtdrukt. Dit kan door een zeer scherp filter voor de ontvanger te plaatsen. Dat moet tegelijkertijd echter wel een filter zijn dat de ontvangersignalen niet te veel onderdrukt. Een lage doorlaaddemping dus. Veel repeaterbeheerders kiezen ervoor om de zender en de ontvanger op dezelfde antenne aan te sluiten. Dat is in zekere zin een technisch hoogstandje, maar het voordeel zou zijn dat het stralingsdiagram voor zender en ontvanger helemaal gelijk is. Dat is echter maar ten dele waar. Door reflecties kan het stralingsdiagram van een antenne op 2 meter bijvoorbeeld aanmerkelijk veranderen als je slechts 25 kHz van frequentie verandert. Bij 600 kHz zijn die verschillen nog groter. Met name de dippen in de ontvangst en ook bij zender, die zitten op een andere frequentie op heel andere plekken. Wel is het zo dat het stralingsdiagram voor zenden en ontvangen bij de zender en de ontvanger op één antenne gegarandeerd meer gelijk is dan bij gebruik van twee antennes. In het volgende deel van deze serie gaan we in op hoe het signaal van zender en ontvanger op dezelfde antenne aangesloten wordt. Als je de coax-uitgang van een zender direct op die van de ontvanger aansluit, dan kun je er redelijk zeker van zijn dat een flink deel van de ontvanger dit niet overleeft. Er zijn dus drastische maatregelen nodig. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.